Hallo allemaal, welkom. Onwijs leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Fysiomaaike op dit leuke YouTube kanaal. Hey, het galmt hier. Galm, galm, galm. Want er staat nog niet zo heel veel in de praktijk. Maar dat gaat komen. En bij deze even weer een nieuwe vlog over de update van de verbouwing. En straks vanaf 30 mei de verhuizing naar Fidelio Schouw 7. In de Lions in het mooie Zoetermeer. Er is gestukt. Alle wanden zijn helemaal gestukt. En in deze vlog laat ik je eventjes de laatste stand van zaken zien. Dus daar komt ie. We hebben hier de wanden die nog net aan het opdrogen zijn. Hier komt natuurlijk een schakelaar voor de stroom. Klein stukje nog moet er droog worden, net als hier. Hier stond namelijk een hele grote muur en die is natuurlijk eruit. Dit kraantje gaat weg. Met dit slangetje gaat hij hier naartoe. Want hier komt mijn wasmeubel. Heel leuk wasmeubel. Superleuk, staat helemaal gereed al. Nog een beetje drogen. Twee lampen in de praktijk. Het plafond wordt lichtblauw. Alsof je naar de hemel kijkt. En natuurlijk een lekker boilertje erin voor mijn handen. Zodat ik mijn handen warm kan wassen. Want dat vinden denk ik jullie wel heel erg prettig. Als ik met warme handen kan behandelen. En hier hebben we het systeem van de vloerverwarming. En er komt een Tado knop aan. Zodat die smart kan worden ingesteld. Helemaal super. En hier komt een deur. Naar de woonkamer. Nou, de blaadjes die hangen er nog steeds. Hier wordt gewerkt aan een nieuwe praktijk van Fysiomaaike. Hier komt straks mijn tafeltje. Daar komen jullie te zitten. En hier maak ik een soort wandje van mijn materialen. En natuurlijk de deurmat. En dan kan ik ook nog melden dat het kunstgras is geleverd. En dat is deze geworden. Van Kunstgras Direct. Een hele zachte vorm met heel veel echtheid. Daar heb ik expres voor gekozen. En dat is een stuk van 4 meter bij 2,5 meter. Dus lekker groot. Heel erg groot. Dit was een vijverbak en die kan weg. En hier kan ik mezelf even zien. Hier hebben we de tuinkast, de Biohort tuinkast. Die is 80 diep. Want er moet natuurlijk wel een fitbal inpassen van 75 centimeter doorsnede. Dus dat is nu aan de gang. Dus dit is weer de update. Wanden zijn gestuukt. Komende week zal de vloer geëgaliseerd worden. En dan komt er natuurlijk daarna een prachtige PVC-vloer in, verlijmd. En dan kunnen we natuurlijk gaan inrichten. En die wand natuurlijk, hè. Spieren, skelet, wervelkolom... En het neurale systeem, die mis ik heel erg. Die komen op de wand. En wordt vervolgd. Ik zou zeggen, hou de socials in de gaten. Facebook, Instagram, LinkedIn en natuurlijk YouTube. Dan blijf je op de hoogte van de vorderingen hier zo op Fidelio Schouw 7. En die opening 30 mei, die gaan we ruim halen. Maar in het huis is nog veel meer te doen. Maar qua praktijk gaan we hem zeker halen. Dit was weer de vlog voor deze week. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een duim omhoog hieronder als je dat vond. En als je nog niet geabonneerd bent, druk even op abonneren. En het belletje aan. Dan krijg je een pop-up wanneer er een nieuwe vlog wordt gepost. Bij deze de update. Ik zou zeggen een hele fijne dag, een hele fijne week. En tot de volgende. Doei doei!